Hey, hallo, goedemorgen. We beginnen vandaag bij Nokia. We zijn weer fris en fruitig. Dat komt vooral omdat het buiten 4,5 graden is en het regent. En Nokia is weer terug. Vorig jaar natuurlijk met de 3310. Dit jaar met de 8110. En natuurlijk wat Android smartphones. Te beginnen bij de Nokia 1. Die kost nog geen 100 euro. Daarna de nieuwe 2018 versie van de Nokia 6. Mijn favoriet. Althans, eerste favoriet, de Nokia 7 Plus. De Nokia 8 Scirocco. Wie kent nog de Nokia 8800 Scirocco? Die hele luxe Nokia 8800 kleintje van die uit de jaren 90. Nou, dit is de smartphone variant, zo'n beetje. En mijn echte favoriet, de Nokia 8110. Jarenlang zelf meegebeld, met de eerste versie dan. Voor wie dacht dat er een veertje in moest zitten? Nee, dat was de 7110. Dit is de originele Matrix phone. En trouwens heb ik net gehoord dat de 7110 ook in de Matrix zat. Maar dat was een trucje en een of andere afspraak met de filmmakers. De bouwkwaliteit van die toestellen zijn allemaal goed. Echt. De 7 Plus, ik heb al gezegd, een van mijn favorieten nu al. Dat is gewoon een degelijke Nokia. Eigenlijk zoals de Nokia 6 vorig jaar dat ook al was. Je hebt echt wat in je handen. Ze worden daarom dus ook in Finland ontworpen. Want ja, de Chinezen kunnen het allemaal goed in elkaar zetten. En dat bedoel ik niet tegen denigrerend, maar zo... Toestellen ontwerpen zoals Nokia vroeger dat deed en ook Sony trouwens, met Sony Ericsson. In Europa of in China kunnen ze dat gewoon niet, dat blijft gewoon. Als je kijkt naar de Xiaomi's, naar de OnePlus, leuke toestellen, maar niet zo prachtig en zo gedetailleerd ontworpen en gedesigned als Nokia dat doet. Dan over de software. Daar heeft Nokia natuurlijk vorig jaar een aantal beloftes gedaan waarvan we nog maar moesten afwachten of ze ze waar kunnen maken. Nou, vooralsnog doen ze dat. Ze komen met nieuwe feature updates, ze komen met security updates voor alle toestellen, van de 1 tot en met de 8. En helemaal fraai is dat zij op elk toestel dezelfde gebruikerservaring bieden. Dus de user interface van de Android Go toestellen, de Nokia 1 en Nokia 2, en de Android One toestellen vanaf de Nokia 3, die is exact gelijk. En dat is iets wat toch redelijk uniek is, want de meeste fabrikanten hebben voor een goedkopere toestel een andere user interface dan voor een duurdere toestel. Nou, dan nog even wat over de 8110, de banaan natuurlijk. Dit wordt een toestel met KaiOS. En KaiOS betekent dat het connected is. Kijk, je had natuurlijk de 3310, die was niet connected. Daar kon je mee sms'en. Met de 4G-versie kon je daar iets sneller mee sms'en. Dit toestel krijgt ook apps. Nokia kan nog niet zeggen welke apps, maar met een knipoog de meest belangrijke apps. Dus verwacht dat hier maar WhatsApp, Facebook en dat soort apps, dat je die hierop straks allemaal kunt gebruiken. En dan wordt het wel een heel leuk toestelletje om bijvoorbeeld mee te nemen naar festivals. Hij kost ook 79 euro. Nou, zoals jullie zagen, het was best de moeite waard bij Nokia. Die banaan komt in juni en die heb ik al besteld. Dit is wel opvallend. Ook op het NWC staan Spanje en Catalonië lijnrecht tegenover elkaar. Het is gelukkig wel een neutrale zone. Jongens, het is echt, het is verschrikkelijk weer in Barcelona. Het is 4 graden, het regent. Een muts op en een jas aan. We waren net bij Bulletproof, die hebben de Land Rover smartphones, die kun je laten vallen. En de Cat smartphones, die kun je ook laten vallen, maar die hebben ook iets heel leuks. Die hebben namelijk een warmtecamera. En met die warmtecamera kan ik zien dat jij droog en warm staat en dat ik het ijskoud heb. Nou, daar had ik geen warmtecamera voor nodig hoor. Ik ben toch maar even naar binnen gegaan waar het warm en droog is. Nou, de Land Rover Phone is echt voor outdoorsmen. Daar krijg je ook een viewpack bij met een extra accu en landkaarten, stafkaarten. Dus dat je echt in de meest kleine geultjes kunt stappen als je aan het wandelen bent. Hij heeft ook het Land Rover design. De grill van de Land Rover en de dakribbels van de Land Rover op telefoon. Nou, dat is leuk. Kost 649 euro. Komt over een paar maanden vanaf mei in de winkels. De Catphone, die met die warmtecamera, de Cat S61, is echt geen consumentenproduct. Daar zit namelijk ook nog een lasermeetlint bij. Die meet met een laserstraal hoe groot en hoe ver je van iets afstaat, hoe groot die balk is, wat de oppervlakte de vloer heeft. En hij heeft ook een sensor die luchtkwaliteit meet. Dus gevaarlijke stoffen in de lucht detecteert en je daarvoor waarschuwt. Denk dus bijvoorbeeld aan koolmonoxide of terpentijn, schildersdampen. En dan zegt hij tegen jou, maak dat je wegkomt. Nou, dag 5 zit erop. We zijn een beetje gaar aan het worden. Vandaag ben ik natuurlijk bij Nokia geweest. Ja, die hebben een raar persconferentiebeleid. Daar mocht bijna niemand binnen. Maar als je dan kijkt naar de toestellen die ze lanceren, dan zeg ik, had iedereen gewoon binnengelaten. Want het zijn gewoon prachtige toestellen. Prachtige prijzen, prachtig gedesigned. Gewoon goed, zoals je van Nokia vroeger gewend was. Verder hebben we nog
Cat en Land Rover. Nou, dat zijn vooral outdoor en workman phones. En we hebben nog een paar leuke dingetjes gezien. Op naar de morgen de laatste dag. Normaal zou ik niet zeggen, ik ben blij dat het de laatste dag is. Maar vandaag zeg ik ben blij dat het morgen de laatste dag is. Want het weer is gewoon flut. Ik heb vandaag weer in de regen gestaan.